staan hier vlakbij de spoorwegovergang van de kruising van de Dorpsstraat met de spoorlijn Amsterdam-Alkmaar. Hier achter mij liep het tracé vlak langs de huizen van de stoomtram Haarlem naar Alkmaar. Aan het eind hier van het tracé, in het verlengde van de Overtoom, was een halteplaats. Die halteplaats was dubbelsporig uitgevoerd, zodat de trams uit Alkmaar en de trams uit Haarlem elkaar konden kruisen. De verbinding tussen Haarlem en Alkmaar werd uitgevoerd als een tramverbinding. Het spoor was niet het standaardspoor, maar een smal spoor. De voertuigen werden getrokken door een stoomlocomotiefje, vergelijkbaar met de stoomtreinen die reden op de verbinding tussen Amsterdam en het Gooi, de Gooise moordenaar. De verbinding heeft dienst gedaan tot 1923.